didn't even get to cross. Yo mensen van Dagelijks Games, mijn naam is Tommy en vandaag ben ik hier met Henk de Potvis van Arsinfo Games. Dank u. Ik heb meteen zijn intro gedaan, want ik dacht van, we hebben hiervoor nog opgenomen. Oh, is het ook echt Henk de Potvis? Check dan tab. Is het ook echt Henk de Potvis 09? Nee, maar dat is niet de echte Henk de Potvis. Arschrij is Henk de Potvis. Ik ben lomp genoeg voor Henk de Potvis. Ja. Iedereen altijd maar weer andere Henk de Potvis noemen, terwijl het gewoon Arschrij is, hè. Weet je, naar de toen. Ik weet niet of we gezegd hebben dat we Team Skywars aan het doen zijn. Nee, dit is Skywars. Nee, je zit niet bij mij in het team. Wat? Nee. Kut. Shit. Ook vergeten te kiezen. Overpower. Welk team? Overpower. Welk team zit je? 8. Oké, 2 eilanden naast me. Oh, 2 keer overpowered gevoot. Henk de Potvis. Kijk ook bij Arschrij, dan zien jullie wat voor een onnuttigs Arschrij heeft gedaan in deze potjes. Niks. Ik wil een enderpearl, dan wil ik naar Tommy Godapple, GG for win, deze. Waarom gaat iedereen nou weer in hetzelfde huis? Ik ga dat andere huis leeg, dit is mijn huis. Shit, ja. Pak de gear, pak de zwaarden. Ik pik alles, GG. Is dat handiger is, heb ik van iemand geleerd. Wat je moet doen, je pakt een axe, je slaat de chest kapot en dan neem je alles mee. Kan ook, maar dan, ik hoef niet alles mee te nemen, zeg maar. Maar dan kan je uiteindelijk alles gaan droppen, maar dan pakken die mensen niks. Yes, enderpearl in mijn laatste kist. GG. Nou, ik kan er denk ik nog mee leven. Ik ging de laatste keer met een Frans skypen en we speelden League of Legends. Met? En met een Frans iemand. Oh. En hij sprak Engels en hij zei in plaats van GG, zei hij GG. Hij kon die G niet uitspreken, dus hij zei echt gewoon GG. Ik zo van, dude, ga Engels leren. En hij GG. Dat accent is gewoon zo van, wij kunnen de G niet uitspreken, want wij zijn daar te zacht voor. Holy shit. 2 kotappels. GG. Vanaf nu niet. Zeg ik nooit meer GG, maar GG. Wat denk jij? Zit je bij DDG, Jan Lof DDG? Wat? Wie? Ja, precies. Hem willen killen. Ja! Nee, ik had hem toch al gegeven. Ik heb alweer 5 koeltappels. Wat? Dat noem jij GG. Ik stress me al. De Onokpack soort. Ja, die wil ik. Ik heb een heel team uitgeschakeld binnen nu en 2 seconden. Ja, ik ga jullie weg. Dank u wel, 7 koeltappels. Oh, deze man is zo noob. Ik was met hem in gevecht. Wat gaat hij eten? Normale appel, wat krijg ik van hem? Koeltappels. Yes, dank u wel. Ik heb alles al geloot. Oh, hier. Take this. Oh, laat maar dan. Als je het niet wil, dan... Oké, waar ben je? Ik zit als het goed is nu op jouw eilandje. Zit er daar een man met een herobrine gezicht? Nee. Nee, dus dat is jouw eilandje niet. Oeps. Wacht, waar ben je? Wacht. Ben je naar beneden gevallen? Ik denk dat ik het... Ik ben bij team 4. Oeps, ik ben de verkeerde kant op gegaan. Ik kan hier niet meer terug, want ik heb geen bruggetjes gebouwd. Ja, die anderen zijn aan het brug aan het bouwen hier. Ik heb 9 godappels, 9. Okay, je weet wel, als het op 1v1 neerkomt, jij gaat niet zielig doen, oké? Ja, is goed. Dankjewel. Dan gaan we vechten. Ja, dan gaan we eerlijk vechten. Je gaat niet mee eraf schieten, we gaan gewoon eerlijk vechten. Met de knockback soort. Ja, ik win dit toch wel, want ik heb 9 godappels en jij waarschijnlijk maar 1 of 2. Wat? Ik bouw gewoon, niemand ziet me. Oké, niemand ziet me gewoon, maar dat team is al uitge... Nee! Klootviool heeft me gekild. Oei, yo. Kijk bij Arschrij hoe hij is vermoord. Oh, yes! Ik heb hem net gekild voordat hij godappels op had. Oh, yo, nice. Spectateer je mij nu? Ja. Pats. Henk! Het is Henk! Arschrij, ik zal wraak nemen voor jou op deze Henk de Potvis. Waarom, ik weet het niet. Oh, wat leuk. Wat grappig. De gear is gebroken. Oh, wacht. Ik ga even... Er ligt daar toch een enderpearl? Ligt er... Wat? Wat doet hij? Hij verbrandt de enderpearl. Jij... man. Hij verbrandt de enderpearl. Door hem ben ik nu een enderpearl kwijt. En nu zal ik ook wraak nemen totdat hij doodgaat. Ik heb lag hier zo in één keer. Overal. Oh, is je godappel uitgewerkt. Wat jammer, meneer. Kijk hem dan. Met zijn appeltjes. Eet hij een nieuwe?
Ja, gewoon appeltjes. Oké, misschien was het toch een gold apple. Ja, het was een gold apple, denk ik. Nee, het was geen gold apple. Hij regent gewoon, namelijk. Cataract, you can't hit me, mate! Kijk het dan. Lalalala. Hij gaat toch dood nu. Nee! Oh, hij had er net één. Als ik dood ga, dat zou zo zonde zijn, hè. 9 gold apples had ik. Oh, hij heeft nog steeds geen gold apple. Wat leuk. Heb je nog pack? Oh. Ja, dat is ook goed. Hij had regeneration potions. Ik weet, maar dat heb ik toch niet nodig met 9 gold apples. Nee, maar ik snap niet waarom hij dat niet nam. Nee, dat is een beetje dom. Ja, waarschijnlijk omdat ik in de buurt was. Maar hey, ik had gold apples. Hij niet meer. Niks belangrijks. Mijn gear is nog lang en niet kapot. Nee, maar je hebt nog geen helm. Nee, maar dat zal hier wel ergens liggen, weet je. Kijk, daar ligt er een. Oei, yo! Nee, ik begin het te onweren. Als we met bounties zouden doen... Wacht, kijk even snel. Ik wil even snel naar buiten kijken nu, want Arsha en ik wonen... Het mij te onweren. Oei, yo, Arsha, bij mij ook! Ik en Arsha wonen, zeg maar, Spaarstraat verder, denk ik. 30 seconden van elkaar fietsen. Ja, 30 seconden van elkaar fietsen. Dus ja, weet je, en dan hoor je onweer dat als je onweer zegt en dan... Maar dat hele tijd scheen gewoon de zon. Ik heb daarnet op mijn PC, dus mijn zusje wilde gaan Minecraft, wat staat er? Modem is defect. Terwijl Ziggo claimt van, ja, het ligt aan jullie router. Maar er is één probleem, die router die flipt hem altijd van onweer. Oh, wauw. Dus waarschijnlijk gaat het internet misschien uitvallen. Oh ja, het is in één keer donker, ik ga mijn licht aan doen. Als je is bang in het donker. Oh, vermoord me niet. Dank u wel. Maar ik neem nu één probleem. Ik zie nu mijn fietstas openstaan. En dan gaat dus allemaal water in knallen. Ga dan even naar buiten, joh. Perfect. Nee, we zitten in opnames. Ben je gek? Je gaat naar buiten. Tuurlijk niet. Heb ik één keer gedaan, doe ik nooit meer. Als je rijdt, hoor ineens ruis bij jou. Volgens mij staat je microfoon verkeerd of zo. Ja. Klopt. Dan zet ik hem omhoog. Is dat mijn team? Ik heb hier geen Optifine op. Hoe kom ik aan een Enderpearl? Geheime kisten. Nee, geheime kisten. Wacht, ik kijk even beneden bij de spullen, bij de mensen die ik heb vermoord. Zeg zodra er iemand aankomt, ja? Ja, ik blijf wel even boven. Spectaten. Wat gebeurt hier? Oh ja, dat is echt onweer. Ik dacht gewoon erin, maar dit is echt onweer. Arschij wordt bang. Ik word bang. Nee, mijn heelpot! Ik word bang onweer. Nee! Kijkt hij? Hij staat daar sneaky om dat hoekje ergens, hè? Even kijken, staat waar om het hoekje? Ja, hij staat er om het hoekje op jouw shift. Voetbal 080 nog iets. Ik ga wat terug. Achter. Ja, hij komt. Hij durft toch niet. Hij staat er om een hoekje. Ik ga even wel op zoek naar van die secret chest, weet je wel. Hij schiet niet op je. Oh, dat is mijn team volgens mij, of niet? Oh, met zijn twee mensen aan het vechten, wat leuk. Wow, het is nu ook echt onweer. Lol. Maar het regent niet. Oh jawel, lapper. Ik ben blind. Nee, maar het was ook gewoon echt de hele dag mooi weer en zo. En jullie denken en even, wat? Wanneer hebben jullie dit opgenomen? Op 5-5-15. Oh. Ja, 5 mei 2015. Hé, hey, ik heb 2 Skype-berichten, godverdomme. Ik heb er 3. En die mensen bij me van, wanneer kom je weer terug? Wacht, even kijken, wanneer kom je weer terug op de server, hè? Huh? Huh? Oh, Mitt is mijn team. Wat gezellig, Matties. Maar jij loopt gewoon zo chill over die brug. Ik snap niet waarom je niet springt. Dat ik zie dat het team links van mij komt. Zie je het? Ja. Het team met die voetbalgozer komt, hè? Ja, ik zie ze allemaal bruggetjes bouwen. Maar ik weet niet, met Optifine zien ze er heel wit uit. Oh ja. Zie je helemaal wit. Wat gebeurt hier, man? Ik had de auto schoongemaakt. Nu is de auto weer vies. Waar schrijf je like? I don't like it weer. Ja hoor, ik had gisteren de auto zo hard schoongemaakt. Geboend alles. Boom. Onweer al die blaadjes op die auto. Allemaal pak gaan. Dat vind ik wel op die auto. Lekker. Waar is Tommy? Oh, hier. Oh, de Kvitty. Heb je punch? Ja, hij heeft punch. Oh, dikke fit hier. Dat is één. Dat. Wat denkt hij? Queen of Music. Knockback sword. Holy shit. Oké, ik moet dit in de mijn gaan uitvechten. Iedereen komt eraan. Kom, Matties, kom.
Ik begin le... Oké, dat is heel erg. Oh, waarom had ze geen Gotapool? Wat een mongolen zijn dat zeg. Waar is hij? Waar is hij? Ik ga niet meer naar buiten, ik zweer het. Maar mijn ouders zijn met de auto naar de garage, dus zij moeten terug. Oh shit. Auto waarschijnlijk. Oh, neem de voetbal. Oh, hij is weg. Bijna. Hij is weer. Hij eet een appeltje. Gewoon een golden appel. Ja, hij blijft boven. Waar ben jij? Jij blijft geshift, of niet? Hallo, ja, Mattie. Hallo? Ewa. Oh, nee. Ik kan hier niet uit. Ik heb die blokglitch. Oh, hij is... Oh. Oh, hij wacht op je. Hij shift. Hij wacht op jou. Leuk voor hem dat hij shift. Ik ga echt niet meer naar buiten, hoor. Serieus, dit is te veel van het goede. Wat is hier goed aan dan? Ga weg! Leave me alone, bitch! Zodra hij komt, hij is dood, weet je. Hé, hey, Cubecraft heeft die blok... Dat je geen bloks meer kan breken als spectator, hebben ze gefixt. Woeio! Oh, yo! Mijn oren, ik schrok me dood, man! Asher, ik hoorde het van jou, keihard! Ja. Oei. Ik hoorde het bij jou keihard, bij mij hoorde ik het echt heel laag. Oké, ik schrok me echt dood, ik zweer het. Ik zag opeens zo'n hele lichtflits op mijn kamer in. Ik schrok me ineens dood, want ik hoorde bij Arschrij. Oei, yo! Voetbal, vandaag zal eindelijk mijn wraak komen op jou, omdat jij mij hebt geprobeerd te vermoorden. Ik heb direct door internet. Oh, kan je niet winnen van mij? Ja, dat is jammer, hè. Haha, bitch! Arschrij, waar is dit? Waar zit iedereen? Oh ja, trouwens, ik moet. Ze hebben gezegd dat als onweer komt, dat je de tijd van licht en onweersklap, zeg maar, moet luisteren. En dat was minder dan. Oh, godverdomme! Wat? Fuck dit! Ik had bijna gewonnen! Nog maar 5-4 mensen had je nog nodig. Kut Cubecraft! Fuck deze server, mensen. Ik ben zo klaar mee. Tot de volgende keer.